Ja? Ja? Drone NRM aanzetten. In één beeld. Drone RNM schema-scherm in één shot laten zien. En dan moet ik kompas. Kompas kan je leren. Hou hem vast. Hou deze vast. En nu moet hij zo draaien. Moet de drone erop of niet? Ja, dat gaat goed. En moet hij op beeld bedoel ik de drone? Nee, dat hoeft niet per se. Ja, compleet. SD-kaart formateren. Oké. SD-kaart formateren. The home point has been updated. Please check it on the map. Niet zo gelukt, denk ik. Het is niet te zien, dit. Ja. Een schepsel. Tip. Ja. Ja. Oké. Okay. En nu? Check de IMU. Check IMU. Moet je dit zien? Ja. Oké. Okay. Gaat erop. Ja. Kun je tilt van gimbal laten zien? Wat moet ik filmen? Cameraatje moet je zien. Oh ja. Ja? Ja. Yes. Met de motoren met de joystick. Oké. Okay. Nou, dan moet je... Als je allebei in beeld kunt hebben. Dan moet je het alle twee in beeld houden. Heb je hem? Dat heb ik, ja. En dan? Ja. De drone hoger op 1,2 meter met 6 meter afstand. Landing. Oh. Take off. Wat is dat boven een boom? Film op en speel terug met de playback.
zien? Ja. Dat zie je niet ontstaan. Niet scherp in beeld. Ja, hier wel. 14, 15, ja. Hier? Ja. Ga nu 120 meter omhoog en minstens 200 meter ver. Laat zien op scherm. Alleen op het scherm? Dus niet de drone zelf? Nee, op het scherm. Oh, kijk mee op het scherm. Nee, kijk mee op het scherm. Damn, dat is hard. Ja. Ik zie hem staan. Maximum flight altitude reached. Ook 200 meter ver. Ik zie dat. Oh, damn, die gaat hard. Het geluid moet hier wel echt onderweg. Ja, 200 meter. Ja. Oké, land de drone, schakel de batterij en de RM uit. Stop de opname. Uh-oh. Daar komt zijn auto aan. Ja, maar die kan niet verder dan daar. Oh. Je moet je laten landen. Ja. Hoor ik hem? Ja. Moet ik de drone weer filmen of? Nee. Komt zo. Schakel de batterij en de RM uit. Nou, klaar. Stop de opname. Was hem?